Dag geurigheden. Ik ben bij de Sense Company op bezoek en Liesbeth zit naast me en wij hebben al meer filmpjes gemaakt. Stel dat je nieuw bent hier en je kijkt voor het eerst. Het gaat altijd over parfums, over mooie parfums, over prachtige merken. En we gaan het hebben over Cinquecento. En ik geef het woord zo aan Liesbeth. Ik zeg inderdaad welkom. Leuk dat jullie kijken. En ja. Ik hoop dat ik jullie iets leuks kan vertellen over de collectie van het parfumhuis van Tiziana Terenzi. Het is de rode collectie, Cinquecento, zoals Maria al zei. Speelt zich niet af op het kasteel van Gradara zoals de blauwe collectie die we hebben. Die hebben we in een ander filmpje besproken. Ja. Ik laat je even zien. Dat de poort van het kasteel open gaat. Ja. Lucrezia heeft ook op het kasteel gewoond. We hebben bekende mensen gewoond. Paolo en Francesca, de love story. Bij het verhaal van Lucrezia was het ietsjes anders. Zelfs de dochter van paus... In die tijd was het Vaticaan, Rome, dat bestreek echt zo... dwars door Italië, dat hele gebied. Ja. En er werd dus getrouwd uit politieke overwegingen. Ja. En dan ga ik deze ongemerkt pakken, dat moet ik niet doen, want ik wil anderen laten ruiken. Ik wil de geur van Lucrezia eerst eventjes aan je laten ruiken. Ja. Ik ken ze natuurlijk allemaal, want ik verkoop ze in de winkel, maar als je ze dan weer even eruit ligt, dan gaan ze weer helemaal herleven. Want ik rook hem al, maar ik spray hem toch nog even een keertje voor jou erin. Ik ga nog even iets vertellen, want de blauwe serie die we hadden en deze serie, het zijn allemaal extracten. Ja. Dus je koopt een extract, je koopt geen eau de toilette. Maar de prijs is zo mooi. Is er niet naar, zou ik maar zeggen. Nee. Dat komt omdat zij heel veel ingrediënten ook zelf regelen, organiseren. Ja. Dus daar zit niet zoveel... Ja, dat vind ik wel heel redelijk. Ja, ja. En hier... Ja. En dit vind ik zo redelijk. Okay. Lucrezia. Ja. Wel, er zit wel een zoetje in. Ja. Ja, zeker. Maar niet zoet. Zij zijn echt comfortabel, die geuren. Ja, zeker. Zeker. En mooi rood fluweel. Prachtig. Hele mooie geur. Maar Lucrezia, want werd dus uitgehuwelijkt. En met de mannen die bij haar waren, die hadden nooit zo'n heel lang leven. Nee. Dus dat is van de vraag, hoe kwam dat? Dus zij stond wel op een gegeven moment bekend als gifmengster. Ja, ja, ja. Ze heeft ook een hele mooie ring, die kan ik je in een andere collectie laten zien, waar ze dan gif in deed. En dus haar partners waarschijnlijk of verdoofde, hypnotiseerde, of een klein beetje te veel van de strychnina is dodelijk, zoals we inmiddels misschien wel weten. Ja. Zo naar Engeland kijken met. Dus dat is haar... Specialiteit. En dat goede woord. En dus de inspiratie voor Paolo Terenzi. Om daar een kleine geurcollectie omheen te maken. Het zwarte weduwe. Ja, ja. Dan hebben we Cicuta. Ja, want deze collectie, de rode collectie, is giftige planten. Giftige planten. Want Cicuta betekent hemlock. En dat is een soort fluitenkruid. Ja. Ik ruik hem. Houtachtig musky. Mooi, jongens. Maar dit is Cicuta, hebben we het nu over, hè? Cicuta. En ik vind niet in deze alles wat ik hier zie staan. Dat is niet best iets veel, wat erop lijkt. Helemaal niks. Nee. Heel eigen. Heel mooi. Ik vind het wel echt een beetje... Je ruikt ook wel roos. Ruikt je dat? Ja, ja, ja. Maar je ruikt ook iets... kruidigheid... Dit is zo mooi. Hypnotiserend, hè? Ja, nou echt waar, jongens. En dat is die hemlock, dat fruitkruid. Dus inderdaad ook een giftige plant. Oh, ik heb hier gelijk zin in. Scherm doen. Ja, dat is geweldig. Ja. Dit moet dus en eigenlijk... En het houdt echt lang op de huid. Absoluut. Ik heb soms een beetje dat het een beetje droge huid is, weet je, gewoon een dagje ouder. Dan is het allemaal niet dat het heel... Weet je, dan je moet echt zorgen dat je goede... vettige huid hebt, dan draagt het beter. Maar dit is... Dit blijft heel goed. Ja, ik spray ook het zo lekker een beetje in het haar. En we hebben het niet over mannen- en vrouwengeuren, jongens en meisjes. Draag wat je lekker vindt. Dat vindt Liesbeth ook. Zeker. Draag wat je lekker vindt. Ja. Die tijden zijn geweest. Mandragola.
In het Engels mandrake, in het Nederlands aluinwortel. En als je dat opzoekt op internet, dan zie je dat worteltje en het is een klein eng mannetje. En dan gaat het verhaal dat ze dat vroeger dus niet uit durfden te graven, want dan waren ze bang dat ze gebeten werden of zo. Hadden ze de hond, die kreeg een touw om zijn nek, deden ze om die plant en die moest dan die wortel eruit trekken. Ook erg giftig en verdovend. En ja, behoorlijk. Dat is dus de mandragola. Nou, dit kun je gerust opdoen. Er gebeurt je niet. Het enige wat je gebeurt is dat je verslaafd raakt. Ja, en iemand anders misschien verdoofd. Ja. Nou, dus als je op jacht gaat, dan is dat misschien... Dit is ook wel een geur van de jacht. Die is wel... Dat is wel stoer, hè? Ja. Prachtig. Hier maak je ook wel echt een statement mee, jongens, met deze. Dit vind ik wel een stoere geur. En inmiddels zijn er natuurlijk nog een paar bijgekomen. Maar ik wil even gewoon zo die eerste drie uitlichten. Klopt. En, de linkjes zet ik hieronder met de namen. Zodat jullie na de hand even kunnen zien van wat was het ook alweer. Hoe heet het ook alweer? De rode collectie. Quinto Canto. Prachtig. Jongens, dit moeten jullie echt ruiken. Dat vind ik echt serieus. Dat moet thuis horen in je leven. Klaar. Ja. Punt uit. Je moet hem ervaren. Ja, toch? Ja, zeker weten. Nou, dank jullie wel dat jullie keken. En ik hoop tot volgende keer. En vergeet de abonneerknop niet. Oké, en een fijne dag verder. Dag. Bye bye.